Wagwan, wagwan, moet je de visser op jullie beeldscherm. Vandaag ben ik met... Rashida, en vandaag gaan we het hebben over geld. We gaan mensen interviewen en hun de belangrijke vraag stellen. Wat betekent geld voor hun? Wil je meekijken? Let's go! Hoe belangrijk is geld voor jou? Heel belangrijk. Geld is enigszins belangrijk, maar ik denk niet dat het hetgeen is wat je het meest gelukkig maakt. Je hebt geld nodig voor alles eigenlijk. Zonder geld kan je niet leven. Kleding kopen, schoenen kopen, je moet er altijd goed uitzien en alles kost geld tegenwoordig. Dus. De wereld draait om geld, maar by the way, dat zeg ik jou ook, wij zijn even shaken met de tsunami, toch? Zonder geld kan je niet leven dan. Dat valt wel mee, maar als ik kan doen wat ik wil doen, dan is het is prima. Aan wat geef jij je geld uit? Kleren. Het meeste aan eten. Verder, ik betaal ook huur. De een is rijk, de ander arm. Je wordt gef***t. Weet je wel, bijvoorbeeld betaal je huur niet. He? Je kan niet, snap je? Omdat je net rondkomt. Ik hou van eten en kleding. Je moet er gewoon goed uitzien, begrijp je? Dus... Kinderen worden ook beïnvloed door het merk en die toestanden. Schoenen en zo. Kleding en eten. Te veel eten. Gewoon, ja, veel eten en zo, toch? Ja, maar ik moet stoppen met dat. Ik ga gymmen, toch? Netflix. Ja. Dat is jouw argument, Netflix? Ja. Betaal jij het of je brada? Ja, maar sowieso, ik ben toch in Netflix. Tuurlijk, ik ben toch in Netflix. Ik wil niet zeggen dat je bloot er ook dat je slecht bent. Hè? Maar niet denken dat je achter die tafel zit en directeur bent of dit of dat. Kost een relatie naar jouw mening geld? Nee, het kost geen geld voor mij. Ja. Ja. Nee, voor mij niet. Ik wil liefde, ik wil geen geld. Ik zeg je eerlijk, ik wil alleen liefde. Ja man, het kost echt heel veel geld. En waarom vind je dat? Kijk, je moet leuke dingen doen. Kijk, het hoeft niet veel geld te kosten. Het hoeft geen geld te kosten natuurlijk. Het is ook zo duur als dat je het zelf maakt. Ach, je wil leuke dingen doen, cadeautjes kopen, dit, dat. Kost allemaal geld, man. Hé, die meisjes zijn duur tegenwoordig, man. Ja. Omdat meisjes altijd dingen willen doen. Elke dag. En dan heb je geld nodig, hoor. Maar af en toe moet je je vrouwtje wel verwinnen. En dan kost het wel echt gewoon veel geld. Vooral bijvoorbeeld make-up of zo. Ben ik net gaan halen. Dat is geen grap, hè. Ik dacht gewoon twee dingen doe je. 50, wat 60 euro voor twee dingen doen erop? Je moet soms met de uiteten toch? Je moet leuke dingen met de doen. Die nieuwe film komt, Patser toch? Die nieuwe film Patser komt toch? Dus ja, iedereen wil naar dat toch? Geld is niet belangrijk als ik een relatie heb. Je kan ook gewoon even naar de Mackie gaan in je auto chillen en gewoon een leuk gesprek hebben met je wife. Dus dat kan ook. Goedkoop wijn halen, ga je naar het strand, dus dat kan ook. Loop je vaak met pin of contant geld? Beide, ja. Pin. 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 Allebei. Kijk, ik heb sowieso altijd pin, maar ik heb ook altijd contant. Contant. Waarom contant? Ik heb geen pinpas. Ik ga het dom uitgeven en zo. Weet je, mijn moeder had mijn pinpas, ik zeg eerlijk maar. Voor mijn gevoel, als ik contant geld heb, geef ik het te snel uit. Maar volgens mij maakt het echt helemaal niks uit, pin of contant. Als ik mijn pinpas kwijtraak, is het niet zo erg. Als ik 100 euro cash kwijtraak, wel toch? Maar ik heb het wel, maar als ik contant heb, geef ik sneller uit aan kleine dingen en zo toch? Het is me nog nooit gebeurd, maar ik ben altijd bang dat ik overvallen ga worden. En spaar je ergens voor? Nee. Jawel, nee, ik spaar niet ergens voor, nee. Ik spaar ergens, maar ik kan niet goed sparen. Nee, op dit moment niet. Niet echt. Toekomstige uitgaves. Soms spaar ik wel voor vakantie, ik denk dat dat wel iets waar ik voor spaar. Nu spaar ik gewoon voor een auto. Heb je al je rijbewijs? Nee, nog niet. Mijn rijbewijs al. En ik denk in Amsterdam hoef je niet per se een auto te hebben, toch? Ik heb nog studenten OV, nog eventjes een paar maanden. Ik kan niet sparen. Waarom kan je niet sparen? Ik verspil alles. Ja, ik wil naar Australië. Dus daar ben ik ook aan voor aan het sparen. Ik wil binnenkort mezelf wonen, dus voordat moet ik al gaan sparen. Kan je goed met geld omgaan? Jawel, ja. Ja, ik kan gewoon goed omgaan met geld. Ik kan wel met geld omgaan, maar soms ook niet. Nee, ik kan niet met geld omgaan. Nee. Ik kan niet goed met mijn geld omgaan. Alles wat ik zie willen kopen. Ik kan bijvoorbeeld thuis eten, maar dan ga ik onnodig op straat eten, snap je? Hoe vond je het gaan? Nou, ik vond het heel goed gaan. We hebben verschillende meningen gekregen. Meningen die op elkaar leken, meningen die ook helemaal niet op elkaar leken. Mensen geïnterviewd van jong naar oud. Was heel interessant allemaal. En wat vond jij? Ik vond het zeker leuk. Nou, dit was Belmerezo en tot de volgende keer. Ciao.